Een hele goede dag, dames en heren. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en ik maak video's op YouTube. Ik wil je vandaag mee gaan nemen in wat ik eigenlijk doe voor werk. Ik heb namelijk nu een paar keer de vraag gekregen van mensen: no shit, Sherlock. Ben je nou fulltime met YouTube bezig? Of zit je nou op school? Ik zit gewoon sowieso nog op school. Ik ben ook gewoon nog student. Maar ik heb ook een eigen bedrijfje. En daarmee maak ik dus drone video's. Ik heb echt hele vette projecten gehad. Sommige hebben jullie al wel gezien. Maar nog niet allemaal. Dus laat ik beginnen met eentje die jullie sowieso kennen. Of in ieder geval de mensen die daarin spelen kennen jullie sowieso. En dat is dus Coke TV. Ik heb voor Coke TV moeten filmen voor de kerstspecial. Laten we eerlijk zijn, gourmetten met je familie is eigenlijk al heel erg leuk. Maar wij zouden Coolbox niet zijn als we niet nog een stukje groter aan zouden willen pakken. Precies, in het kanaal achter ons ligt een eiland met erop een fort waar allemaal kerstgames voor ons klaar zijn gezet. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden dat te zien, want ik heb dus die dag, de hele dag met hem meegegaan. Nou, ik hoop dat jullie het dus leuk vonden om dat te zien, want ik ben dus de hele dag met die crew op pad geweest daar om allemaal vette drone shots te maken. Nou, er zaten uiteindelijk niet heel veel drone shots in, maar dat is op zich niet erg natuurlijk, want ja, zij bepalen het in de edit uiteindelijk zelf. Daar begon het eigenlijk een beetje met de YouTube, voor YouTube film eigenlijk, als voor YouTube dingen doen, voor YouTubers eigenlijk. Beetje onduidelijk, ja. Oké, was goed bezig. Dan weer meteen een maand later ging ik dus voor Ponkers filmen. En een tijdje terug heb ik dat al in de vlog verwerkt. Maar ik zal hier even een stukje laten zien van wat ik toen dus met hen heb gefilmd. Yo, wij zijn Ponkers! En in deze video gaan we donuts rijden. Voor de mensen thuis, donut ride is at home. En er komt er nu even een donut shotje. Hey! Veel plezier, hè? Gaan we. Geniet! Ja, ik hoop het. Dag! Dag, tot ziens! Ah, wel leuk voor hem. Verdiend, hij heeft gewonnen. Ik hoop dat je hier dus een beetje een idee hebt gekregen wat ik dus heb gedaan. Want ik ben dus de hele dag met hun op pad geweest om vette beelden te schieten. Dat ze met de auto gingen racen en dat ze donuts gingen draaien. En dat was dus in samenwerking met Dunkin' Donuts. Ontzettend tof natuurlijk, want ja, met zo'n groot bedrijf, zo'n internationaal bedrijf werken, is altijd heel erg tof. En gratis donuts is ook heel tof. Dan gaan we gelijk door en deze beelden hebben jullie sowieso nog nooit gezien. Of in ieder geval nog nooit heb ik ze laten zien. Want ik heb ook samengewerkt met Hashtag First. En wat Hashtag First is eigenlijk een soort van kanaal die gelinkt is aan Ziggo. En het komt dus ook op tv. Maar ik zal die beelden even laten zien, want ik heb die dag dus meegelopen met hun. Zij gingen mensen zoeken om een challenge te doen of iets te doen wat ze nog nooit in hun leven hadden gedaan. Of wat ze nog een keertje wilden doen in hun leven. Nou, dat bleek dus uiteindelijk bungee jumpen te zijn. In het pad zijn met QC en met YouTube om dat vast te leggen. Super vet, ik ga dat maar even checken. Nou jongens, we staan eindelijk boven. Nou, nog niet boven. We moeten nog een stukje naar boven. Maar ik hoef niet te springen. Kan ik nog naar beneden of niet? Of niet? Nee. Mag ik nog naar beneden? Nee. Hoezo niet? Nee, ik kan niet naar beneden. Telefoon! We gaan nog een keer! Dit zijn dus een paar van die dingetjes die ik dus heb moeten doen de laatste tijd. En er komen de komende tijd heel veel leuke projecten aan ook. Ik ga nog naar een beurs toe en dat heet de Libelle Zomerweek. Ik weet niet of jij weet wat dat is of wat kent. Ik ken het in ieder geval niet, maar ik ben uitgenodigd door een app. Scoopy app heet dat.
dit logo. Zij zijn echt, ja, het is gewoon heel erg chill. En ze hebben me uitgenodigd als social influencer, noem je dat. Ja, sorry, ik vind het echt een naar woord. Maar ze hebben me dus uitgenodigd om daar langs te komen. Om 10 uur 's ochtends daar te zijn, om lekker te ontbijten. En vervolgens de hele dag over die beurs te lopen. Dus stel, hey, jij bent daar met je ouders of je gaat er toevallig naartoe. Op vrijdag 19 mei. Is leuk om je uit te ontmoeten natuurlijk. Of leuk als je er bent. Kom even hoi zeggen. Ik weet niet welke andere YouTubers er zijn. Want zijn er allemaal social influencers blijkbaar. Ook moet je volgende week vrijdag kijken naar mijn nieuwe video. Want ik heb namelijk een hele leuke video opgenomen samen met Linda de Munk. Dus ga even checken volgende week. Zeker doen. En dan hoop ik jullie allemaal volgende week weer te zien. Doe even een duimpje omhoog als je nog niet gedaan hebt. Abonneer even op mijn kanaal hier beneden als je ook nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie dus volgende week. Houdoe!